Ik ben Edwin en ik ben een Haagse draker. Interniet? Loopt hij al? Ja. Ik ben interniet. Ik loop niet, maar hij wel. Ik ben komen lopen. Ik hou van koffie. Eerst het rondje afmaken en dan pas dat. Precies, precies. Dan wordt er nooit wat gezegd. Ik zou een rondje even een andere mensen op. Ik wilde een taartje met slagroom. Moeite gekost om het eerste stukje te posten. Dat wil ik met Lies en gewoon volhouden. De foto die je elke keer nog weer scheef stond. Het is gelukt. En het puntje van aandacht vind ik een beetje op taalfouten en hoofdletters. Ja, als het in de eerste regel al Den Haag met kleine letters denkt van hé, dat is jammer. Ja, dat geen idee. Maar als het Den Haag met hoofdletters, dat lijkt me toch wel logisch. Nou, weet ik niet. Ja, de haarspraak was zelfs. Haarspraak was zelfs al. Ja, maar dat hebben we ook veranderd, hè? Ja, maar dat was de kop. De kop van daar ben ik nog steeds in mee eens. Daar kan je nog wel ideeën over hebben. Ja. Gravenhagen is met een hoofdletter, met een A toch niet? Nee, als... Dan schrijf je dingen wel in hele kleine lettertjes. Dan denk ik wel... Wordt er een blikjes aan het woord Akbar. Akbar is eigenlijk meer gespecialiseerd in het fotograferen. Maar als het op het verbale aankomt, weet hij ook aardig te weg. Je zit natuurlijk niet met verhalen schrijven, zelfs niet kort. Nee, ik druk ook niet. Zelfs als ik één regelcomment flikker, dan zit ik zie kans om 3 typfouten in 1 woord te maken. Met een paar van die dames, absoluut die dieet opgezet, maar een paar van die dames zijn weer ander werk gaan doen. Dus daar de harde kern van, die ligt eigenlijk op zijn reet. Dat je Den Haag veel meer landen kenbaar moet maken. Zetten we het ook op Absoluut Didier Heek. Ik vind of op Hofstijl, Absoluut Didier Heek, of andersom. Dat hebben we ook een paar keer gedaan. En daar komt de koek. Ik proberen om die link weer te leggen. En dat Absoluut Didier Heek weer op gang te trekken is nu. Dat is Absoluut Didier Heek is een jaar lang niet gepost, maar er blijft nog zelf qua statistieken blijven die verhalen nog doorkabbelen. Zit hier bij op de Absoluut Didier Heek of bij Haagspraak? Zit hier bij Haagspraak. Zit er bij ja. Goeie vraag. Geintje. Goeie vraag. Ja. Regelmaat van bloggen, ja, dat is leuk. Maar er zijn tijden dat ik... Ik heb een blog, daar blog ik bijna dagelijks op. Maar dat is ook niet helemaal, dat is de ene dag en de andere dag nul en nog weer nul en nog weer nul. En dat loopt allemaal wel door. De hele discussie over er moet gespreid wat staan, er moet elke dag wat staan. En als het kan een beetje meer, als het niet kan, even voor je vrienden. Dan moet je ook maar monteren alsjeblieft. Ik zie niet mijn wachtwoord. Chocolade af, toch? Oei. Ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel te melden. Ben ik een keer aan de burger gewoon doorheen gesproken. Er valt ook niet zoveel te melden dit keer. Ja. Nou, behalve dat de aankomende tijd zal nog drukker worden. Dus ik doe mijn best, maar ik kan niks proberen. Ik sprak, om eventjes de kern van mijn verhaal te hebben. Ik sprak met Gera Nieland vorige zondag. Dankjewel. Ze heeft Haags allerlei. Dat doet ze in haar eentje. En af en toe sleept ze haar dochter mee als ze met de camera op stap is. En ze vertelde mij van haar, ze doet 2, soms 3 posts per dag. Soms 1. En ze vertelde, ze heeft ongeveer 1200 views op een dag. Ik zei van, goh, dat is best wel indrukwekkend. Dan heb je 10 keer zoveel views als wij. En toen dacht ik ook van, nou, eigenlijk moeten we dat ook gewoon makkelijk kunnen redden met 24 man. Die viewers bij elkaar krijgen. Ja. We zijn eigenlijk maar met z'n 9, hoor. Ja, we zijn nu met z'n 9. Ja, wat gaan we daar nog iets aan doen trouwens? Dat weet ik niet. We zijn nu onder de 5. Ik wil graag de anderen uitdagen om daarover na te denken. Nou, ik heb er wel een idee over. Als we nou presentiegeld gaan geven, dan... Ja, dat wij dus 23, 24 auteurs hebben. Dan vind ik dat die verhouding misschien een beetje scheef is. Nou, we willen wel affiches in de stad gaan plakken, zaterdagnacht. Ik denk dat wij meer views verdienen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat denk ik ook. Het gaat heel ver terug nog. Ja. En dan denk ik, dat is toch wel bijzonder. Dat
vind ik opmerkelijk eigenlijk. Dus dat is eigenlijk het leuke van internet, dat het alles op zoek blijft staan. Ja, maar dat er ook naar gezocht wordt, want het is niet zomaar zichtbaar. Je moet daar moeite voor doen om dat dan te vinden. Ja. Daar is de koek. Oh ja, is je klaar? Ik heb absoluut geen signaal gegeven van dat hij de bestemming had ontvangen. Want hij liep langs. Ik denk van, nou, dat heeft hij niet gehoord. En dan komt er zo'n koek. Ben ik al aan de buurt? Ja. En? Smaakt het een beetje? Is die op smaak? Op temperatuur? Nou, echt gluren doet het niet. Het is wel warm. De koek is bijna op. Ik heb geen zin meer van Jacqueline is nu weg. Kijk hem eens lekker schransen. Dat zak en doos bedankt heeft voor de haarspraak. Hè? Ja, dat heb ik zojuist. Ja, ik heb het net hier gehoord. Ja. Maar ik heb het niet van de zak en doos zelf gehoord. En wat vind je daar nou van mij? Zit je nou in zak en as? Of, ik zit eigenlijk wel een beetje. Ja. Hartstikke leuk. Ik ook. Zakken en die dozen. Nee, ik vond ze heel scherp. Ja. En ik vind ze ook heel professioneel. Ik ben dus Niek, hè? Ook wel Antoniek, sinds 1994. Ik zet het liefst elke dag iets op het internet, hagezine.nl. Moet je beslissen een keer dat het puur op de stad gericht is, dan doe ik dat op denhaag.org. Want dat vindt de gemeente niet leuk. Ik zou het ook best op de haarspraak willen doen. Maar niet een complete kopie is van wat je op de website zet. Nee, maar dan zou ik dus kiezen tussen. Dat vind ik ook leuk. Dan kies ik ervoor of op haarspraak of op de haarspraak. De reblog-functie van WordPress.org zelf zou er niet zijn als dat een onoverkomelijk probleem is. Dus net zoals jij, zij zetten een post neer via Reblog, moet jij dat ook kunnen doen? Ja, verrijkt het imago van haarspraak. Als je dat soort artikelen op het net zet. Niet de mensen gaan zitten verbeteren, dat is hier niet de bedoeling, hè? Ik ben een van de vier mensen die dat mag doen. Maar ik zeg, jongens, we gaan daarvoor, we gaan voor haarspraak. Ja. He? Ja. Okay. Of Den Haag.org. Of Den Haag.org. Of Hekkenzin. Hekkenzin. Dan zet je ook nog filmpjes op YouTube. Intoniek, hè? Intoniek, ja. Hekkenzin en gewoon niet het hart. Oké. Nou, dat moet tegenwoordig van YouTube. Kan het allemaal niet volgen.